Welkom bij Sassenburg. Graag nodigen wij iedereen uit voor de tweede editie van onze Lifestyle & Health Markt op 23 juni van 11 tot 5. Deze dag zijn er ook allerlei workshops. Yoga en mindfulness voor kinderen, mama en babygym en een healing sessie van Tao en Qigong. Mag ik jouw pop even zien? Oh, wat een lieve pop! Bij Trias Kinderopvang is er op deze dag ook van alles te doen. Je kunt vogelvoerballen maken, theezakjes en de poppendokter is aanwezig. Wat een lieve pop heb jij, mag ik hem weer teruggeven. Volgens mij is ze helemaal gezond. Goedemorgen, meneer Rijtsma. Goedemorgen, dokter. Gaat u mee? Ja. Het Alreine ziekenhuis is ook gevestigd in Sassenburg. Met radiologie, een pijnpolie, een wondpolie, dermatologie, ouderengeneeskunde, neurologie, een KNO-arts en urologie. En zij zijn ook aanwezig op de Lifestyle & Health Markt. En dan kunt u ze van alles vragen. Weet je wie er ook is op 23 juni? Welkom bij Logopediepraktijk Sassenheim en Lisse. Wij behandelen hier zowel kinderen als volwassenen die problemen hebben met stem, spraak, taal, gehoor, eet- en drinkproblemen en lees- en spellingsproblemen. Esther, wat gaan jullie precies doen op de Lifestyle & Health Markt? Wij staan er met een stand te geven informatie over logopedie, maar je kunt ook de spraaktaalontwikkeling van je kind laten screenen. En wist je trouwens dat wij in de zomervakantie onze lees- en spellingsdagen houden voor kinderen die stagneren in lezen en spelling? Weet je dat als je last hebt van je stem of van je keel, bubbelen heel goed kan werken? Oh, dat gaan we eens even proberen. Heel goed. Ik zie jullie graag op 23 juni op de Lifestyle & Health Markt in Sassenburg. Er is van alles te doen voor jong en oud. Wat dacht u van de health check? Bij de afdeling mondzorg in Sassenburg kunt u sjoelen met tandpasta. Bij oorwerk kunt u een spelletje doen, raad het geluid. Buiten op het plein kun je deelnemen aan een scootmobielparcours. Of je kunt je uithoudingsvermogen laten checken. Hoe is het eigenlijk met jouw uithoudingsvermogen? Nou, met mijn uithoudingsvermogen is het niet zo goed gesteld. Dus ik ga zeker langs Tomaat voor een vega bietenburger. Of ik ga even langs Mind, Body & Health voor een gezonde snack. En dan kan ik gelijk mijn lichaamssamenstelling laten checken. Bij Dermedic kun je een huidanalyse laten doen. En bij de apotheek kun je kijken welk product er het beste bij je huid past. Voor kinderen is er sminken en tattoos laten zetten. En voor zwangeren is er bellypainten en er is trouwens ook nog iemand van de kraamzorg. Heb jij je voet wel eens bekeken aan de binnenkant met een echo? Nou, zelfs dat kan op de Lifestyle & Health Markt. Of een armband maken of iets in de wensboom hangen. Vergeet u niet onze deel, like en win actie. Ik hoop u allemaal te zien op 23 juli. Tot dan!